Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik wou nog even een prachtige gouden draaktekening tonen aan jullie, die ik eens heb besteld bij een vrouw uit Duitsland, die dus prachtige drakenkunst maakt. Zoals dat jullie kunnen zien, echt een prachtige tekening van een gouden draak. De vrouw bij wie ik het besteld heb, heet trouwens Anja Koska. Anja Koska. En ja, ze heeft echt wat talent. De gouden draak is heel erg belangrijk voor mij. Ik heb energetisch ook een vrouwelijke gouden draak bij mij. Dat is een vuurdraak. En zij is vrouwelijk. Daarom dat ik ook wel natuurlijk een heel sterke connectie voel met de gouden draken, met de vuurdraken. En wat ik ook heel erg mooi vind aan deze tekening zijn de herfstkleuren en de bladeren. Zoals je ziet heel erg veel rood, geel. Dus het is mijn favoriete seizoen. Dat op deze tekening staat afgebeeld. En het is mijn lievelingssoort draak, de gouden draak. Dus dat komt heel erg mooi uit. Ik ben heel erg blij met deze prachtige tekening. Hiervoor zie je trouwens ook nog heel mooie planten staan van mij. Maar ik ben een echte plantenvriend, een grote plantenvriend. Ik hou van planten. Ik heb er heel erg veel in huis. Heel veel verschillende soorten, zoals jullie kunnen zien. Echt prachtig, deze vind ik zo schoon. Met de kleuren, heel erg speciale, unieke kleuren. Die ik erg mooi vind. En deze is ook heel erg mooi. Heel speciaal. Prachtig, hè, die kleuren. Dit is trouwens ook nog een prachtige schilderij dat ik eens heb besteld. Daar heb ik ook al een aparte video over gemaakt trouwens. Heel erg mooi, vooral met dat lichtroze en zo. En oranje. Dat hier naar voren komt. En ja. De planten die ervoor staan, zo mooi. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Dus dat wou ik jullie nog graag even tonen. Een paar dingen waar ik heel erg aan gehecht ben, die belangrijk voor mij zijn. Zodat jullie ook wel weer een beeld van mij kunnen krijgen. Zodat ik jullie nog een beetje meer van mezelf kan laten zien, over mezelf kan vertellen. Wat zowel belangrijk voor mij is. En ja, dankjewel om mijn video's te volgen. Ik wens jullie nog heel erg veel moois toe. En heel erg veel liefs van mij.